Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. En waarom zou je niet gewoon je eigen kleurboek maken? Niet gewoon een kleurboek, een educatief kleurboek dat je samen met je kinderen kan doen. Nou, dat kan, want vandaag is Jonathan Misikaba bij me en ik ga me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Nou, hoe gaat het met je? Met Jonathan gaat het goed. Met mij gaat het goed. Dat is belangrijk. Ja. Mooi. Je had me niet gevraagd hoe het met mij gaat. Ja, ik heb je wel gevraagd hoe het met je gaat. Maar hoe gaat het met je? Dat kijkers willen weten hoe het met je gaat. Ja. The lies. Nee, oké, met mij gaat het ook goed. Dus let's scratch that. Je hebt een heel kleurboek gemaakt. Ja, ik heb een tweedelig kleurboek gemaakt. Bestaande uit deel 1 en deel 2. Mm-hmm. Waar eigenlijk we door het alfabet heen gaan. Mm-hmm. Anders gaan we zo snel erdoor. Oké. Okay. Hoe kom je op het idee om een kleurboek te maken? Because ik denk dat dat ook een mooi ding is om te vertellen. Because we can talk about the book, but the idea behind it. Ja, yeah, It's very important to share. Okay. Mm-hmm. Sinds 2022 ben ik vader van een zoon. Van tevoren moet ik zeggen, ik ben een getrouwde man. Sorry, dat weten we dat ook. Hij is van de markt. Ja, en ik moet het zeggen, was ik gaan kijken. Dus ik ben man van één vrouw, Priscilla. Mm-hmm. En sinds 2022 zijn we trotse ouders van Azariel. Mm-hmm. En Azariel is voor ons echt een zonneschijn in ons leven. Ons leven was niet donker, maar het is helderder geworden met hem. En meestal, Q-Time, hebben we het quality time samen, na het werk, zitten we buiten. En toen hij jonger was, ja, hij is nu nog steeds jong. Mm-hmm. Maar ergens in 2022 zaten we buiten. En ik leerde hem over zijn zintuigen. Ik vroeg hem, waar is je neusje, waar zijn je ogen, waar zijn je oren? En zo leerde ik hem zijn zintuigen. En hij wees trots aan zijn neus, zijn oog, zijn oren, enzovoort, enzovoort. En toen kwam het idee van, hey, misschien moet ik een boek schrijven waar kinderen kennis maken met hun zintuigen. Mm-hmm. En toen werd het eerste idee geboren voor mij om een boek te schrijven. Mm-hmm. En dat boek heette Show Me Nosy. Mm-hmm. Later dat jaar, hetzelfde jaar in 2022, waren we weer bezig. Mm-hmm. En ik wees hem foto's van mij en mijn broers, mij en mijn zusters, zijn moeder en haar zusters. En ik vroeg hem, waar is mama? En hij onderscheidt zijn moeder van de foto's van de foto van de zussen en mij ook van mijn broers. Mm-hmm. Het tweede idee kwam voor het tweede boek, mm-hmm. Show Me Dada, waar je kind eigenlijk leert de ouders te onderscheiden van de rest. Mm-hmm. maar niet alleen dat, dat kind mag ook kennis met oma's, met opa's, met grootouders, mm-hmm. met ooms, met broers en zussen. Zo zijn interactieve boeken kwamen, mijn interactieve boeken kwamen dus, werden dus met tijd, quality time met mijn zoon geboren. Mm-hmm. En dus na een jaar, dus toen hij ongeveer 1 jaar was, zag ik hem bezig zijn toen hij naar een videootje keek. Keek hij dus naar een filmpje waar het alfabet opgezegd werd. En hij probeerde na te zeggen en ik kreeg dan de inspiratie om een beetje verder naartoe te denken. Van, hey, laat alvast denken naar de toekomst. Mm-hmm. Hij gaat het misschien nog niet kunnen lezen. Maar laten we alvast een boekje maken waar hij mag kleuren en het alfabet mag leren. Mm-hmm. En zo kwam dan het idee om mijn vierde boek, of ja, mijn derde en mijn vierde boek, deel 1 en deel 2, mm-hmm. Te ontwerpen. Oh, ik heb alleen deel 1 hier. Ja. Oh, so there's more. Ja, yeah, there is. Uh-huh. There is. En zo kwam het idee. Naarmate ik bezig was, eigenlijk is dat idee gekomen. En dezelfde dag heb ik het opgepakt. Mm-hmm. En 12 uur niet slapen, gewoon constant eraan gewerkt. Mm-hmm. En voilà, daar was het. Het alfabet avontuur is hier. Ja. Ik bladerde in ons voorgesprek een beetje erdoor. Mm-hmm. En we kennen allemaal, want wij zelf zijn, ik hoop dat wij beiden zijn opgegroeid met kleurboeken. Mm-hmm. En vaak zijn het gewoon plaatjes van, zoals je al aangaf, van Disney of van films. Ja. Of ook van dingen die niet eens in Suriname voorkomen. Precies. Want we hebben niet onze eigen boekjes. Ja. En hier is het super interactief. Want los ervan dat we dus samen zullen gaan kleuren, mm-hmm. leer ik ook gewoon, want er zijn ook letters met het alfabet. Dus ik kan ook gewoon zien wat voor dieren kleuren of wat voor vrucht of whatever there's in between. So,
Een kind dat zo'n boek bijvoorbeeld heeft, of zulke boeken heeft, kan niet verliezen tijdens... wat is het ook alweer? Memory. Nee. ABC. Nee. Show me your ABC's. Ik kan niet spelen, dus wij maar zeggen... Dus ja, je hangt uit het spel. Misschien moet ik een boek daarover gaan schrijven. Ja. Een heel bekend boek. Heel bekend spel die over vroeger speelde. Jongens, meisjes. Nee, zeker niet. Weet je? Ja. Je hebt dieren die maar zei, mijn focus was om te focussen op dieren die je vindt in onze Surinaamse natuur. Mm-hmm. Heel veel dieren die je tegenkomt wanneer je naar het binnenland gaat. Maar ook hier in Paramaribo die heel veel dieren en vruchten. Mm-hmm. Natuurlijk heb je dit voor elke letter. Ja, dus ik wilde dat je weet precies wat ik wil zeggen. Ja. Je hebt hier voor elke letter een dier in Suriname. De moeilijkste waren die X. Dat was echt zoeken. En dan heb je natuurlijk dan die leen. Dat is niet hier. Oh. En dan heb je dan die leen, de leendieren die je kan gebruiken van het buitenland. Mm-hmm. Omdat je neemt aan dat je internationaal bezig kan zijn. En dat je ook, ik bedoel, je kind gaat misschien later naar het buitenland. En dan ook daar de dieren kan tegenkomen. Yeah. Dus dit alle, want bij elk letter heb ik dus ongeveer 4 dieren of 4 vruchten. Ja. Als we voor de G zouden gaan. Dus je hebt dan de G, je hebt een intro. Dus de eerste pagina is de intro. Okay, vertel, ik doe de dingen. Je hebt een intro, wat hubbel op het gras, met veel vreugde en gegichel. Een beetje kinderlijk introduceren, eigenlijk het dier en het letter die je gaat tegenkomen. Mm-hmm. Volgende pagina. En dan heb je dan de G voor geit. Dan heb je een plaatje waar je een geit hebt. Je hebt de goldfish, jij noemt het anders, maar... We gaan het later, toch? Oké. Okay. En dan heb je dan ook de gans en de giraf. Dat zijn allemaal dingen die je in Suriname hebt. Mag ik een vraag stellen? Okay, ik wil niet een vraag stellen, maar iets wat je eigenlijk ook mee kan nemen in het alfabetavontuur. Dus los van dat ik mijn letters leer, leer ik ook gewoon uitspreken. Want het is de G van giraf, de G van geit. En niet alleen herkennen van, dit is het dier dat erbij hoort. Dus eigenlijk maak je gewoon 3 dingen mee. Zo is echt niet... It's a very smart thing you did. Ja, ik heb het geïntroduceerd bij leerkrachten. Mm-hmm. En zij zeiden van, kijk, er zijn heel veel Spaanssprekende kinderen die naar Suriname komen, die moeite hebben met het uitspreken van onze taal, van ons accent. En dit boek is een goede introductie op de Nederlandse taal voor hen. Mm. Waarbij ze dus kunnen leren. Spelenderwijs. Precies. Ik ben gewoon super blij dat ik dit mag doen voor Suriname. Mm-hmm. Niet alleen voor Suriname, want ik ben eerst begonnen eigenlijk dacht je niet eens eerst aan ons. Nee, ik dacht eerst voor het gemak. Kijk, om het in Suriname te doen is een hele uitdaging. Vooral wanneer we praten over de drukkosten. Mm-hmm. Via Print on Demand op Amazon heb ik het heel gauw. Ik heb mijn manuscript gemaakt. Ik load het op voor ze. En het is finished, is gedaan, je weet toch. Als er een bestelling binnenkomt, dan... handelt Amazon de rest. Hier in Suriname moet je alles zelf doen. Mm-hmm. En de drukkosten zijn veel duurder dan in Amazon. Mm-hmm. Maar dan nog dacht ik van, weet je wat? God heeft mij gezegend met talenten en met creativiteit. En ik kan het alleen houden voor mezelf en voor de buitenlanders. Ik denk dat Suriname... Zeker niet. Ik denk dat Suriname ook profijt van moet hebben. Ik ben het helemaal eens met je. Maar iets wat je ook niet moet vergeten. Je bent heel blij dat je kan en mag doen, voor de rest van de wereld en natuurlijk Suriname ook. Ja. Maar je moet ook trots zijn dat je dit kan. Want het komt, of het idee, als ik goed naar je heb geluisterd, komt van je zoon, die je plezier en joy heeft gebracht en je wil hem ook iets teruggeven. En terwijl je hem geeft, geef je ook gewoon letterlijk aan de rest van de wereld. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Heel trots ben ik. Nou, ik zal niet zeggen trots, maar ik ben blij dat ik dat mag doen. Ik zou het eigenlijk 1 dag voor Vaderdag lanceren. Nu zijn we in de pre-sale periode. Mm-hmm. Ik wil hem graag lanceren de dag voor Vaderdag. Mm-hmm. Maar soms zijn vaders een beetje broeien met de tijd, met de dagen. Dus ik dacht... Je kunt het niet aanhouden. Ik dacht de tweede zondag van de maand juni is Vaderdag. Terwijl ik het heb geswitcht. Het is eigenlijk de derde zaterdag. Mm-hmm. Zondag in de maand juni. Ja. Dus, moederdag is de tweede. Precies. Mm-hmm. Dus ik was een weekje laat voor mijn moeder. Voor, niet voor mijn moeder alleen, maar voor mijn vrouw. Mm-hmm. Maar we hebben het opgelost. Wacht even, nee, we gaan dat ola. Het is opgelost.
In ieder geval, ik wilde ook eigenlijk aangeven van kijk, Surinaamse vaders zijn ook bezig met hun kinderen. Mm-hmm. Wij als Surinaamse vader, er wordt heel veel negatief gesproken over vaders in het algemeen. Mm-hmm. Begrijpelijk. Maar er zijn ook vaders die bezig zijn met mm-hmm. hun kinderen. Vaders zijn die hun kinderen warm toe te dragen. En eigenlijk het beste uit hun kinderen willen halen. Ja, en als je nog niet weet hoe je bezig met je kinderen moet zijn. Mm-hmm. Want zelfs voor een kind is het leren natuurlijk, mm-hmm. het is educatief. Maar als ouder is het ook gewoon een manier om contact te maken met je kind. Precies. So if you don't know how to, misschien wil je, want je hebt mensen die niet willen. Ja. Maar je wil, je weet niet hoe, dan is dit boekje gewoon... Dit is dat ding. Hoeveel kost het? Want dat is ook belangrijk. De normale prijs is 300 SRD. Per boek. Ja? Wacht even, per boek. Dus als ik niet... Er zijn twee ja, boeken. Dus je dan moet kan ik mijn kind niet alle letters van het alfabet leren. Dan moet je zes niet neertellen. Maar het is ook een idee. Je koopt alvast een deel. Mm-hmm. De volgende maand koop je deel 2. Mm-hmm. Waarom twee delen? Is de vraag mis, komt de vraag misschien? Omdat mm-hmm. De boeken te dik zouden zijn. En voordat het kind zou komen bij Z, was dat boek al helemaal vernietigd. Mm-hmm. Dus ik met het advies gewerkt van de drukkers. Mm-hmm. Die zeiden van nee, misschien kan je het een beetje dunner maken. En dan zo aanbieden aan de mensen. De pre-sale korting, mm-hmm. als je een serie koopt, dus deel 1 en deel 2, betaal je SRI 500 ervoor. En als je 1 koopt, dus als je gewoon deel 1 alvast wil hebben, dan betaal je R275 SRI per stuk. Mm. Ja. Reasonable. It's very reasonable. Een grote uitdaging in Suriname, zoals ik eerder zei, zijn de drukkosten. Mm-hmm. De drukkosten die ik 4 maanden terug had, heb mm-hmm. ik nu niet meer. Maar ja, in Suriname moet je roeien met de riemen die je hebt. En, of je gaat naar Amazon. Ja, dat is het idee. Dat is het idee na de pre-sale. Mm-hmm. Dat is het idee. Amazon is veel goedkoper. Mm-hmm. Alleen heb je te kampen met de vrachtkosten mm-hmm. en de tijd. Die gaat duren om het naar Suriname te krijgen. Ja. Maar je bent bezig, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. So, Jonathan, ik vond het een bijzonder fijn gesprek. Ja. En ik ontmoet heel veel mensen door dit programma. Hm. Maar jij bent een van de eerste die benadrukt hoeveel joy je krijgt van je kind. En als vader, like, as a male person. En dat je, ik zei eerder, die koppeling hebt gemaakt van dit krijg ik van mijn kind. En die gaf je inspiratie om meer te doen, terug te geven. En dit gaat gewoon, het is like a ripple effect. I really applaud you for that. Thank you. Ik zou zeggen, het is grace, het is genade. Mm-hmm. En ik ben er dankbaar voor. Ik ben er super dankbaar voor. En ook voor deze gelegenheid aan mij geboden. Mm-hmm. Om mijn boek, mijn producties tentoon te stellen in Q-Time. Nou, ik zeg geen dank. I keep on doing you, want dat was... Als ik nu kijk naar jou, ga je over een paar maanden kom je weer terug met de volgende editie. Absoluut. 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 Er zijn meer projecten in wat ik naar buiten moet brengen. Keep on doing you. Okay. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Jonathan Misikaba bij ons in de studio. En hij heeft een educatief kleurboek ontworpen. Hij heeft, nou ja, ik ga het zo herhalen. Maar als je dus door dit kleurboek gaat, leer je niet alleen kleuren. Maar je leert ook de letters herkennen. Er is een klein verhaaltje bij. Dus het is super leuk voor een kindje. Maar als ouder zelf ook heb je een hele leuke activiteit om samen met je kindje bezig te zijn. Alle informatie verder staat op zijn Facebookpagina. Dat is Books by Jonathan. Niet moeilijk, gewoon direct gaan. Like de page, stuur een berichtje. Haal je boekje, wees gewoon lekker gezellig bezig met je kinderen en maak mooie herinneringen. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.